Goedemiddag. Als je 50 wordt, ben je nog niet oud. Je staat midden in het leven. Als je als vereniging het 50-jarige bestaan viert, dan is dat toch wel een bijzondere mijlpaal. En u kijkt naar een podium met louter enthousiaste muzici. Welkom, burgemeester Mark Slinkman. Fijn dat u naar ons jubileumconcert bent gekomen. Ik weet dat u het Millingse verenigingsleven een warm hart toedraagt en in het bijzonder de muziekverenigingen. Welkom ook pastoor Rudo Franken. Hartelijk dank dat wij wederom gebruik mogen maken van de kathedraal van het Laag, waarin u volgende week zult worden geïnstalleerd als onze nieuwe herder. Welkom, oud-leden en vrienden van Vivace. Welkom, onze sponsors hier aanwezig. U allen hier aanwezig, van harte welkom. Het doet ons goed u met zoveel vanmiddag hier u te kunnen begroeten. Dat geeft koor en orkest een goed gevoel. Vivace en Flos Campi gaan vanmiddag hun best doen u te laten genieten van een mooi programma ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. Onder leiding van Dick Bolt zal symfonieorkest Flos Campi het concert openen met de ouverture König Stefan van Ludwig van Beethoven. En onze presentator Isidor Willems zal u er meer over vertellen en zal u ook door het programma leiden. Vivace staat zoals gewoonlijk onder leiding van Frans Koerwinkel en u kunt genieten van het mooie pianospel van Wouter Broens als vaste begeleider van ons koor. Ik wens u allen een mooie muzikale middag. Het woord is aan Isidor Willems. Dank u wel. Voordat we beginnen, graag nog het vriendelijke verzoek aan u om het geluid van uw mobiele telefoon ook op stil te zetten. Zodat we ongestoord naar het concert kunnen gaan luisteren. König Stefan is in 1811 gecomponeerd in opdracht van Frans I van Oostenrijk. Om uit te voeren bij de opening van een groot nieuw theater. De bedoeling was om de Hongaren daarmee te belonen voor hun loyaliteit aan de keizer. Basis van een herdenkingstekst over König Stefan, stichter van het land Hongarije. De overture begint met een langzame introductie. En daarna volgt een levendig Hongaars thema en een zogenaamde fries, een snelle en methodische variatie op de Hongaarse tsardas.
Na deze fantastische opening van Flos Campi kunt u nu gaan luisteren naar Vivace. En Vivace opent met het feestelijke A Joyful Magnificat. In dit lied van Joseph Martin wordt de vreugde van Maria rondom de geboorte van Jezus verteld. Het feestelijke gevoel komt onder andere tot uitdrukking in de mooie stijgende zanglijnen. Het Ave Verum Corpus, een groet aan Christus, geboren uit de maagd Maria, is de laatste compositie die Mozart voor de kerk schreef. Hij schreef het, en hoe toepasselijk, tijdens een bezoek aan zijn vrouw Constanze, die op dat moment ook zwanger was van hun zesde kind. Oorspronkelijk werd het geschreven voor koor, strijkers en orgel, maar vandaag is het eerste werk wat Flos Campi en Vivace samen zullen uitvoeren. Thank you.
de tweede Arlesiens suite van de Fransman Joris Bizet is gecomponeerd als begeleidingsmuziek bij een toneelstuk. Bedoeld om, net als in filmmuziek nu, emoties in toneelscènes muzikaal te versterken. Het verhaal gaat over Frederi, een plattelandsjongen uit de Provence, die verliefd is op een meisje uit de stad. Ze is afkomstig uit Arles en wordt daarom L'Arlesienne genoemd. Zij kan Frederi's liefde echter niet beantwoorden, omdat zij al bezet is. Vertwijfeld verlaat de jonge man huis en haard en trekt zich terug in de eenzaamheid van het herdersleven. Maar hij trouwt dan toch maar met Vivette, een meisje uit zijn dorp dat al enige tijd gevoelens voor hem heeft. Dat betekent echter niet dat de hartstocht die hij heeft voor het meisje uit Arles koestert. In wanhoop en jaloezie maakt hij een einde aan zijn leven. Deze suite, barstensvol exotische melodieën, begint met een pastorale die de sfeer oproept van het golvende Provençaalse platteland.
Het elegante nummer Direct On van Morten Lauritsen wordt door veel koren gezongen. Het is een onderdeel van Le Chanson de Rose. Door de prachtige beeldtaal in de compositie komt het oorspronkelijke gedicht van Rainer Maria Rilke volledig tot zijn recht. Rilke was een van de belangrijkste Duitse lyrische dichters. In de Franse tekst hoort u dit onder andere in de zin: ze zeggen dat het je innerlijk is. Je innerlijk dat niet ophoudt zichzelf te koesteren. Thank you.
In het minuetto van de Arlésienne Suite spelen fluit en harp de hoofdrol in een lieflijk thema. Dat in het oorspronkelijke toneelstuk een hoogste verleidingsscène begeleidde. Het minuetto zal onderbroken worden door een ceremonieel trio-gedeelte en dan wel door het hele orkest. Thank you.
De pavane zal ons terugbrengen naar het 16e eeuwse Italië en Spanje. Van deze langzame en statige dans schreef Gabriel Fauré een aantal eeuwen later een kooruitvoering. Het wordt beschouwd als een van zijn mooiste composities en wordt daarom vaak op concerten ten gehore gebracht. In de tekst van Robert de Montesquieu horen we een speelse, een uitdagende dialoog tussen dansende mannen en vrouwen.
Het laatste deel van de Arlesiens suite is een farandole. Ingeleid door een bekend volksmuziekthema. De Marcio dei Rei. Of liever de Koningsmars. En vervolgens volgt de farandole. Een hectische boerendans gebaseerd op de Provençaalse dans de chic fru. Na de pavane die u al eerder hoorde, luisteren we nu naar een andere compositie van Gabriel Fauré. Cantique de Jean Racine,
Want hij schreef dat op 19-jarige leeftijd. Deze eenvoudige, gevoelige compositie leverde hem de eerste prijs op tijdens zijn afstuderen. De mannen van Vivace beginnen dit nummer met mystieke klanken, waarna de vrouwen even later aansluiten. De klanken van Vloskampi maken dit nummer compleet. Thank you.
Vaste begeleider van Vivace, Wouter Broens, zal samen met Flos Campi het pianoconcert in C van Joseph Haydn ten gehoor brengen. Deze Oostenrijkse componist schreef een omvangrijk oeuvre en wordt gezien als de pionier van het strijkkwartet. Met zijn symfonieën heeft hij de basis voor het werk van de jongere Mozart en Beethoven gelegd. In dit pianoconcert hoort u achtereenvolgens de drie delen Allegro moderato, Andante en Allegro.
twee nummers die u nu gaat horen, die zijn beide gecomponeerd door John Rutter. Hij maakte daarbij gebruik van al bestaande teksten. In het eerste nummer, All Things Bright and Beautiful, luistert u naar een lofzang. God wordt hierbij gezien als de schepper van de natuur en al wat leeft wordt bezongen. De begeleiding tijdens dit eerste nummer wordt eveneens door Wouter verzorgd. In For the Beauty of the Earth worden naast de natuur ook de liefde en alle andere mooie dingen om ons heen bezongen. De oorspronkelijke tekst van Folio Pierpont geeft een duidelijke boodschap mee. Laten we al dit moois niet voor lief nemen. Oh,
Vivace en Flos Campi sluiten dit jubileumconcert af met een drietal nummers. Nummers uit Scenes from the Bavarian Highlands. Het complete werk bestaat eigenlijk niet uit drie, maar uit 6 liederen. Edward Elgar schreef ze ter herinnering aan een vakantie in het Duitse Beieren. Zijn vrouw zorgde voor de teksten, waarbij de titels verwijzen naar de favoriete steden van het echtpaar. U hoort achtereenvolgens False Love, ter herinnering aan Wamberg. Waarna we voor de lullaby doorreizen naar Hammersbach. Het afsluitende nummer, The Dance, sluit het bijzondere concert op een feestelijke wijze af in de plaats Sonnebiegel. Vanwege de beperkte ruimte mag u zeker wel in gedachten een beetje meedansen.